mensen, welkom weer. Vandaag gaan we lekker dagje detecten. We zijn hier in een mooi park. Vanaf 1600 zo'n beetje was dit agrarisch gebied. Maar nu is het zoals je ziet een openbaar park geworden. Er worden hier ook wel eens festivals gehouden, dingen. Dus we hopen op leuke vondsten vandaag. Eerste muntje, 5 cent. Lag zo voor het oprapen. Ligt hier nog iets. Het zal nog wel een beetje geld zijn misschien. Die bierdop kan net zo goed. Ja, kijk eens. 50 cent. 50 cent, kijk. Maar ja. Die je brood opgegeten? Ja, eentje heeft hij er. Het staat gewoon dicht, het stopt gewoon zijn hoofd in de iemandtas. Nee joh. Ja, leuk. Ik heb een ringetje gevonden. Met een hartje. Nou, dat is een mooi. Dat is een mooiertje. Geinig. Sven, even wat leuks, zoals Sander. Oh ja. Corona extra. Ik denk hij komt met heel wat bijzonders aan. Maar ah, je staat er dichtbij. Oh, ja. Je staat er dichtbij. Oh, ja. Ach, hè? Grappig. Ik heb hier geloof ik weer een muntje in het kluitje zitten. Ja? En ik had net een leuk ringetje met een hartje. Dat is een soort koperkleurachtig ringetje. Okay. Dus wel grappig. Ja. Moet even kijken. Waar had ik het nou? Mijn bierdopjes en trekletjes. Oh, ah, nee. Was dit het, joh? Was dit het zeker? Ja, dat klopt wel dat dit het was. Maar, ja, tweede 50 centje. We worden nog rijk zo vandaag. En een 10 euro cent. Nou, de teller staat al op 1,15 euro. Hup. Leuk signaaltje. 1617. Even kijken. Nee joh. 'N stukje ijzerdraad. Oh. Even kijken hoor. 10 centimus. 1968. Ja. Dat is groot volgens mij. Nou, wel leuk. Ja. In de pocket. Dus het hoeft helemaal niks te zeggen dat hier al heel veel mensen geweest zijn. Nee. Even bij je kijken. Heb je de... Oh ja, koperbestek of niet? Ja, ik denk het zo. Geinig. Even kijken hoor. Ik blijf er even bij staan. Ja. Is dit een archeologische opgave? Ja hè. Ga ik zelf ook uit de zon. Wat is het? Hey. Alleen dit. Een deel.
Ah. Zal de rest er nog in liggen? Weet ik niet. Heb je wat? Nee, hè? Nee. Koper, hè? Koper best. Ja. Best koper? Ja. Is wel koper. Jammer, hè? Dat jammer hij, dat hij niet compleet dat is. Dat hij niet meer heel is. Nee. Jammer. Even cleanen. Nou, weer even bij mijn eigen gaatje kijken. Klinkt wel vies, hè, als je dat zegt. Bij mijn eigen gaatje. Hé, hey, weer eentje. Ja, ik kwam op een hele lage VDI binnen, maar 50. Dat is een leuke dit volgens mij hoor. Hé hey, joh, er zit iemand op zijn, kijk, gehurkt een beetje of zo, hè? Er staat 50. Dat kan ik nooit lezen, joh. Slecht over. Even kijken. Bundesrepubliek Penny. Pfennig. Bundesrepubliek. Ja. 1930, geloof ik. Duitse. Bundesrepubliek. Ik heb hem nog nooit gezien. Hè? Wel grappig. Ja. Ja, ik zie hem al. Wel grappig, deze muntjes komen heel laag binnen, maar ik tik ze er toch al uit. Ze komen op 10 VDI binnen bij mij. Kijk ze daar verderop ook lekker graven. Ben, Richard, Sven, Sander. Sander de Silverman. Ben is de Golden Boy. Twintig. Thuis eventjes goed kijken. Maar het is toch een leuk stukje hier zo. Gaat lekker met de muntjes hoor. Hup, in het bakkie. Kijk, een dubbeltje. Nikkel. Jaartal 78. Ja, dat kan. Nice. Ja, een hondje. Ja. Ja? Het ziet er wel uit als zilver. Pas op pik. Vorige week goud, nou weer zilver. Nog een poetsje met vol. Dat is mooi man. Mooi hè? Nou houden we geen anderhalve meter afstand, Ben. Nee, nee. Ja. Maar ja, dan loop ik maar een beetje corona op. Ik wil wel, ja. Jouw mooie vondst zien. Dat is het wel waard hè? Hey. Grappig man. Ja. Dat is mooi hè? Leuk zeg. Ja. Ik zei toch dat je hier moest blijven? Ja. Kikken. Ik heb hier ook wat. 59, 61. Oh, nee. Ik weet niet wat dit is. Een frummeltje. Oké. Lage VDI, 8,7. Maar we gaan toch even kijken. Ben, ophouden hè.
Ben, wat ga je me nou weer vertellen? Sint-Joris. Sint-Joris. Marsen. Oest. Oestgeest. Sint-Joris, Marsen, Oestgeest. Ja. Mag ik eens even kijken? Ja, natuurlijk. Lijkt wel brons. Er staan wel wat leuke details in. Ja, best wel. Ja, leuk toch? Ja, mooi man. Dit is een leuke vondst. Toppie. Kijk eens, heb je hem weer terug, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Hierop zit is de draak Joris. Ja. Dit is nog een vrij nieuwe. De oudere zijn iets breder en hebben nog een schildtekentje ertussenin staan. Uh-huh. Maar die verzamelden dus onder andere op dit gras en dan ging ze hier dus lopen. Dus, en dat is voor tijd komt dit, denk je? Ja, deze is niet zo oud. Ja. Deze kan zo rond denk ik 80 zijn geweest. Uh-huh. 80, ja. Maar ja. Ja. Ja, wel grappig. Wel leuk. Dat was een klein mannetje liep ik die tocht altijd mee, maar ik heb nu inmiddels een soort meer van medailles dat door het lopen. Ja, ja. Ja. Dus deze is een zilverhanger. Ah, die is mooi. Ja, die is leuk. Ja. Ja. Digging for history, oké, hoe je trip hier, oké, ja. Ik moet best kijken. Hier moeten de, hier kom je heel veel tegen. Ja, ja. Een aardig rijtje. Maar moet je maar opletten, want hoe breder en hoe dikker ze zijn, hoe ouder ze zijn. Want de tochten die werden al 1930 gelopen. Oh ja, ja, ja. Ja. Dus ja. Dus even kijken wat hier zit. Ja hoor. Het is weer zo. Oh, een zegellootje. Ik dacht eerst even een muntje. Volgens mij is het een loodje. En een mooie ook nog. Zie je het? Zie je nog mooie tekst erop staan? Dat zie ik niet in de schaduw. Rimte. Zoiets staat er, hè? Rimte. Rintje Ritsma. Oké. Rimte tegen. Print. Tegen die dieren. Nee, print. Printem. P-R-I-N-T-M. Au printem. Au printem. Kan je opzoeken toch? Ja. Dat is een mooie. Ah, leuk man. Sander die vindt nog een leuk ding. Ja, een beetje anders had ik tegen die zon. Oh, ja. 75-jarig bestaan van iets 1910. 19. Als iemand weet wat dat is. Ja, laat het eventjes achter. Nou, geinig. Goed, we gaan afsluiten hier zo. Het was echt een schitterende dag. Ik heb genoten. Ook een hoop gezelschap hier. Dus mijn kameraden. Ben. Wil jij nog wat zeggen? Het was een prachtige dag. Ja? Met een heerlijk weer. Leuke vondsten op zich. Ja, toch? Zijn hele leuke vondsten. Hele leuke vondsten. Ja, ja. Echt, dus, en een heel mooi stukje hier zo. Ik ook. Dus we hebben nog kunnen genieten voordat we lockdown gaan. Ja. Misschien was het wel de laatste dag. Hey. Dus, Sander, jij nog wat toevoegen? Vind je het wel welletjes? Ik vind het wel welletjes. Oké. Ja, we zijn weer thuis. Het was een schitterende dag vandaag. Echt, het begon een beetje fris, maar toch een lekker zonnetje erbij. En leuk gezelschap, een leuk clubje waren we. Ook wil ik eventjes iemand bedanken gelijk. En dat is Ruud van de Toy Soldier. Hij heeft een van mijn video's beoordeeld. Met verbeterpunten er gelijk bij gegeven. Dus dankjewel Ruud. Daar gaan we wat mee doen. Oké, hier alle leuke vondsten van de dag. Een leuk lepeltje. Gero Zilmeta. Mooi ringetje. Met een hartje. Armbandje. 10 centimus. En een Franse frank.
Die is van aluminium, aardig aangetast, zo te zien al. Een leuk dubbeltje, 1987. En dit van de Bundesrepubliek, 50 pfennig. Ook een mooi muntje. Dan hebben we hier een Zwitsers muntje, 20 rappen. Ook een ouder geld. Hier wat nieuw geld, 2 keer 5 cent, 2 keer 10 cent, 2 keer 50 cent. En nog een leuk zegellootje. En daar heb ik nog wat leuks bij te vertellen. Dat is een zegellootje van een Frans warenhuis. Dat staat in Parijs. En dat was al opgericht in 1865. En hier nog wat kogelpunten en kogelhulsjes. Ja, dat was hem zo. Ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken naar deze video. Ik heb het in ieder geval erg naar mijn zin gehad vandaag. Laat even een leuke reactie achter. Een blauw duimpje en abonneer. En dan zie ik jullie snel bij het volgende avontuur.